sadly, 100, last week had I said 108, but it's 128, 23. And as I check now the weersomstandighede vandag, die punte moet aangeteken word. Ja, nee, die punte moet aangeteken word. Weer eens een paar van het, het ons nie gevat nie. So ons akkuraat het, die ons uitvoering van sekere van ons bewegings was nie goed genoeg nie. Maar oor die algemeen tevrede, ons kan nie eens klaar as oor die telling hier. Kijk, die twee wedstrijde wat jy nou gespeel het, obviously is die saam vir die samenspelling, ja. Die spel van die spelers en so aan, moet het goed wees, en die geest van die span. Baie goed, en is ook goed om sulke wedstrijde te speel vir jou eie span te ontwikkeling, en vooral vir die confidence van die span. Ons het nou by mekaar gekom vir die eerste keer na 3 maanden, en ons wou aan een paar goed werk. Verdediging is een van die groot leemtes in ons span. Vandaag kon ons nog nie veel aan doen nie, want ons het een ander doelwit gehad wat ons wil ons nastreef. So, oor die algemeen is ek blij vir die competitie. Ek weet, baie mense gaan nou sê die tellings en ons moes sê, maar ons het paar jaar gelede 118 Engeland verloor, en dit het met ons ontwikkeling gehelp. So, wat leef voor en toe? Ons speel in juni tegen Japan en Japan, en dan is daar moontlikheid vir Spanje in augustus, so ons het nou 4 toetse oor, voor ons tegen Frankrijk in die wereldbeker speel. So, sien uit na die. 100% dankie.